Ja, dat is... Dit is hemel. Dit is echt een hemel. Je kan hier een hele vlog over maken. Ja, ja, maar echt. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ga naar Stockholm zo. Het is vroeg ochtends en Sander en Olivia gaan mee. En Kay ook en Roos, dus het wordt een hele leuke trip. Maar ik ga snel Olivia wakker maken en even wat spulletjes voor haar pakken. Oké, wij zijn aangekomen in Stockholm en we hebben net in ons hotel ingecheckt. En Olly is een beetje moe. Maar dan moet je wel hier over spreken bij Kay en Roos en Sander. En we gaan nu hopelijk ergens lekker lunchen, alleen we weten niet waar. Ja. Dus, let's go! Let's go! Let's go! Dora, Dora, Dora. Onder de vorige vlog waarin wij aan het ontbijten waren, had iemand gezegd: oh my god, wie is die intens knappe chick waar je mee aan het ontbijten was? Dat ik zo'n Kea niet normaal knap is. En het ging altijd allemaal mensen die comments van mij een thumbs up gegeven. Zo lief die nog. Zo lief, hè? Nee, jullie zijn heel aardig. Ja, dat is precies wat wij gaan doen. Eten. Eten, eten, eten. Eten! Lekker brood met friet. Eten! Ja, brood met friet. Dat is echt hard zinnen. We zijn gaan zitten bij het Haymarket Hotel. Wat er echt zo leuk uitziet. Die tafeltjes zijn zo wit en binnen is alles roze. Ik kan het niet echt goed laten zien. En we zitten bij een bloemenmarkt. Het is echt zo leuk. Ik vind het nu hier al helemaal leuk. En ik vind het natuurlijk extra leuk dat dit lieve meisje mee is. Oh, lekker eten gaan we. Mooi uit. Ons eten is er. Eten. En Kay, ik heb avocado toast. Roos heeft niks. Die salade is zo mooi. Je zou er bijna salade van gaan eten. Ik ook. Ik zou niet gaan. Ik wil het wel bijna proeven, zeg maar. Ja. Ik wil ook. Oké, we are entering heaven. Oh, jongens, kijk. Jullie weten hoe gek ik ben op snoep. Nee, dit is echt geweldig. Ik kan echt niet. Dit is echt. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik kan Olly echt niet loslaten, want dan gaat ze. Zal ik jullie even filmen? Ja, vooral als je wat snoep kan filmen. IJst. Dit is echt niet normaal, Sam. Je moet gewoon hier avond eten. Dit ook. Kijk, dit. Die lijkt me zo lekker. Jongens. Lekker. Ja, dit is echt helemaal. Helemaal. Dit is echt helemaal. Sander, wat ga je pakken? Next level. We gaan alles pakken. Ja, basically. Drop. Ik ga allemaal droppen. Ik ga een enorme. Enorme drop. Ja, we gaan alles pakken. Alles gaat super koud. Ook vet veel chocola. Ja, alles is goed. Alles gewoon. Het is echt gewoon. Oh, wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan? Molly van Dutch. Mooi zo ik meen, man. Dit is echt, ja, dit is... Dit is hemel. Dit is echt een hemel. Je kan hier een hele vlog over maken. Ja, maar echt. Oké. Dit is eng. Olly en Sander slapen. En ik zit op de fiets in mijn partyjurk al. Want we gaan naar een feest vanavond. En volgens mij zit echt iedereen in mijn ondergoed. Maar goed, what else is nieuw? En... Wacht. Kay en Roos die fietsen voor ons. Maar we willen even Instagram foto's maken. Dus we fietsen bij het hotel geleend. We gaan nu bloemen kopen. En die gaan we in ons mandje doen. Cliché story. Let's go. Nou, we zijn weer in het hotel. Ik ben nu op de kamer van Roos en Kay. En we gaan... Op de kamer van Mode Roos. Op de kamer van Mode Roos. En we gaan nu naar de party tenminste. Dat hoop. We gaan een poging doen. Gaan kijken of er vervoer is voor ons. Kay, als jij niet... je teddyjas aan doet, ga ik hem toch gewoon aan doen. Dat boeit me niet. Maar ik wil hem denk ik echt wel aan. Ik heb het nog steeds. Ja, dan ga ik jouw witte jasje aan doen. Ja, is goed. Ja, maar we zijn aangekomen op de party. We zijn aan het shoppen. We kunnen hier onbeperkt shoppen. Dus we zijn allemaal leuke kleding aan het uitzoeken. En hier kan je je laag opmaken in deze ruimte. Hier zijn weer al die ecstasy dingen van Armani. Deze heb ik echt allemaal, alles. Het is zo mooi. Goed muziekje. Ja, we zijn gaan eten. En op de na de park geweest en het naar het feest geweest. We gaan lekker eten. We zijn heel moe. We hebben voornamelijk heel veel brood op. En we gaan zo lekker naar bed. Sander nog niet gaan slapen. Dus daar ga ik ook heen. En zie jullie. Goedemorgen.
Goedemorgen, het is zaterdagochtend en wij zijn even wakker. Ik heb me aangekleed op die nieuwe jurk van H&M, maar het is nog een beetje koud buiten, dus ik had even lekker deze grote trui erop gedaan. En we gaan er zo vandoor. Laat je dit hier, deze romper? Is het een verwijt? Nee, maar dat vraag ik alleen. Oké, okay, nou ja, ik weet niet. Ik denk het niet. Okay. Want ik denk dat jij hem hier naartoe hebt gebracht met het idee, deze moet mee. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Nou goed, we zijn dus even wakker. Ik heb best wel trek al, jij? Ik heb een hamburger. Oké. Okay. En ja, we gaan even kijken waar Kay en Roos zijn. En dan even uitchecken bij het hotel alvast. En dan verder. Wil je de koffer naar beneden brengen? Nee, we gaan naar beneden. Wij zijn aan het wandelen naar een oude haven. Hoi Kay. Hoi Roos. En we gaan denk ik zo lunchen. Lekker even zitten. En dan gaan we rond 3 naar het vliegveld. En dan weer terug naar Amsterdam. We zijn nu bij het haventje. Dit weet ik niet echt iets kunnen zien, want ze zijn hier aan het bouwen. Hey Olly! Wij hebben een leuke lunchplek gevonden. En het heet Lily's Burgers. Met allemaal gekleurde tafeltjes. En wij hebben de mooiste, jongens. Wij hebben de mooiste, de pink one. En Nee, dat is mijn tafel. Echt? We hebben hem heel snel ingepikt. Ik moest rennen van Sam. Het was wel terecht, we moesten. Hey, ik zag net echt letterlijk. En anders hadden we gewoon geen roze tafel. Roze tafel is gewoon toch? Maar het eet ook lekkerder. Het eet fijner. Het is roze. Het is gewoon beter. Ons eten is er. Oh, ik heb zo'n honger. Eten! Is het leuk? Mag je het doen? Ja, ja. Hey Kay, hoe is het? Ben je gelukkig? Zijn jullie allemaal gelukkig of niet? Oké. Olivia is ook gelukkig. Ik moet heel eventjes dit laten zien. Ja, je hebt daar mensen lopen. Mijn geïnteresseerd. Mensen moeten even een comment achterlaten. Mensen gaan even weg allemaal. Kijk, luister. Daar is een gele Ferrari. En een oranje Volkswagen hippiebus. Hoe cool is dat? Ik ga hem even laten zien, sowieso. Kijk. Dit is toch gewoon echt het allerleukste ever. Kijk die twee waggies. Maar goed, daar moet je misschien een man voor zijn. Maar die dames, die zitten hier nu op een roze tafel. Patat te eten, maar kijk nou wat Kay eet. Dit is een van de... Nee, dit is het allerleukste wat er is, denk ik. Schat, zit mayonaise op je lip. Mmm. Het is allemaal om te eten. We zijn geland en Olly zit in de car. Hey! Olly! Lig je lekker in een car? Wij zijn weer thuis en ik heb Olly naar bed gebracht. En ik lig nu lekker op bed. De schoonmakers zijn geweest, dus het is lekker schoon. Dat is altijd het best thing ever. En ik heb echt in Stockholm, nou, ik heb het trouwens gefilmd, die snoepwinkels daar waren zo lekker. Dus we hebben nogal nog heel veel over van gisteren. Dus ik lig lekker met een bak snoep op bed. En ik ga een serie kijken. Ik denk dat ik iemand echt super lief. Ik vind het altijd heel moeilijk om leuke nieuwe series te vinden. Ik heb best wel specifieke smaak. Echt alleen maar gewoon van die girls-achtige series vind ik leuk. Niet de serie Girls, maar zeg maar Sex and the City. En
nou ja, Modern Family vind ik leuk. En dat soort dingen. Als iemand had gecomment van je moet de Bold Type kijken. En dat is echt super leuk. Voor degenen die ook van dit soort series houden. Dus dat ga ik lekker even kijken. En dan ga ik denk ik even lekker douchen en naar bed. En dan zie ik jullie morgenochtend weer. Goedemorgen, het is maandagochtend. En ik heb me net even opgemaakt en klaargemaakt. Dit heb ik aan. Dit vintage Gucci shirt. Mijn Louis Vuitton tas. En een lange rok van Glamorous via ASOS. Ik zal even kijken of hier nog is. En als hier is, laat ik hieronder een linkje achter. En ik ga nu naar mijn eerste afspraak. En ik heb een dag met allemaal random afspraken. Maar ik ga jullie meenemen. Oké, ik heb mijn eerste afspraak gehad vandaag. En ik zit nu in een verhuisbus. Want Sander en ik hadden nog een loods van een oud kantoor waar allemaal spullen in staan. En we hebben besloten dat het toch wel zonde is om dat elke maand te betalen. En dat we dat maar leeg moesten halen. Dus Sander rijdt de bus. Hoi San. Sander zei dat hij de hele dag wel in zo'n bus zou kunnen rijden. Ja, vind ik lekker. Ik heb een lekker overzicht. Het is heel duidelijk, ik heb een doel, weet je wel. Het doel is duidelijk. Kilometer, de afslag richting Haarlem. Nee, ja, is dat zo? Uiteraard. En daarna gaan we naar de introductie van Bibi's nieuwe school. Nou, dat is toch volgens mij de introductie van de stiefmoeder van Bibi op je nieuwe school. Dus ik heb er heel veel zin in. Wij zitten in de auto terug van Bibi's introductie. Wat vond je ervan? Leuk. Is leuk, hè? Ja. Dus Bibi krijgt nu haar eerste schoolweek. En wij gaan nu verder met verhuizingen van kantoor. Oké, wij zijn voor de 100ste keer naar boven en beneden gelopen op kantoor. En het is inmiddels alweer 7:30. En ik ben helemaal kapot van het leegruimen van die loods met spullen. Dat zijn we aan het doen en ik ga de vlog ook afsluiten, want het is maandagavond en ik ga een nieuwe beginnen. Dus heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie zondag weer.